in Andalusië. 3 weken lang. We gaan een aantal steden doen en jullie kunnen ons perfect meevolgen in onze vlogjes die we gaan maken. Dus wil je zeker niks missen. Vergeet niet te abonneren, klik op het belletje en dan kom je alles te weten van onze reis. Goedemorgen en welkom bij Van Aarschotvlucht. Wij zitten al aan het ontbijt hier in Andalusië. We zijn de pizza, zoals beloofd in onze vorige vlog, onze pizza aan het opeten, 's morgens vroeg. En pistolet aan het smeren die Fran had gekozen. Ja, Fran is een pistolet aan het smeren, maar die zit aan de pizza, papa ook. Mama heeft hier een combinatie, hè. Een beetje van alles door elkaar. Wij gaan hier eerst ontbijten en daarna gaan we naar de stad. Terug naar Ronda, want dat is ook een stierenarena die we gaan bekijken. En dan gaan we daar 's middags nog wat eten, denk ik, als ik juist ben. En deze namiddag is het dan eigenlijk zwembad en spelen en barbecue, denk ik, van de avond, papa. Ja. Allee, gaan we proberen hier achter ons aan de praat te krijgen. We moeten het zo een beetje uitzoeken, maar dat gaat wel lukken, hè. Zo. Salamietje. Fran maakt graag haar ontbijt zelf. Kan dat ook altijd, schat? Ja. En ondertussen is de wasmachine ook al de kleur wat aan het doen. Super handig hier zo buiten, ons wasmachientje. Grappig, maar wel heel handig. Alles is ondertussen ook afgeruimd, alles is opgekuist en we gaan ons klaarmaken om naar Ronda stad te vertrekken. Ja, we staan weer geparkeerd. Hopsa, 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 kei. Ik ben hier aan het proberen dat ik er niet afval. Ja, maar nog eens naar het toilet. Oh, dat is echt moeilijk om te doen. Het toilet is naar beneden. Naar beneden? Ja. Wij moeten bij de senioras gaan, hè, Fran? Senioras. Lukt het? En hoe gaan de dames van de trap, Fran? Oh la la. Oh la la la. Ja. Yeah. En hoe gaan de dames volgens Mathis van de trap? Met de benen open. 3, 2, let's go! Ik denk dat een arena hier is, jongens. Of staat daar een konijn? Ja, ik denk. Wat staat daar? Een konijn? Ik denk dat het een stier is. Ik denk dat het hier gaat zijn. En aan de vorm van het gebouw te zien, zie je, het is weer in een ronde. En dat zal hier zijn. Kleiner als het vorige. Ja, dat gaan we straks pas zien. Als we binnen zijn, gaan we het zien. Normaal is die kleiner als die van Sevilla, maar dat gaan we zien als we binnen zijn. Hè. Is daar de ingang, Fran? Heb jij het gezien? Zo langs daar naar binnen? Lekker, zie je al een foto. Mama, dit is van de paarden. Dat zou kunnen. Dit denk ik. Dat, maar niet kijken of de bovenste. Oh, daar dat... zie ik een paard. Hè. Papa vroeg aan die mevrouw of er veel Belgische toeristen zijn. Wat is dat toch? Mensen die van België zijn en komen bezoeken, maar die mevrouw zei toch van wel. We zijn niet de enige. De pijltjes volgen, hè, Fran. En 2 meter afstand houden staat er. Oma. Ja? Dan zit het met de paarden. Ja, ik denk dat hier... Hier was het. Ja, kijk, daar zie je de foto. Ja, maar mama, hier is het met paarden en de andere zonder paarden. Mama, kijk eens. Kijk, ik vind dit paardje het mooiste. Hier staat uitgelegd hoe de paarden konden stappen, zo zie je. Diagonaal, zie je. Nee, de weg dat de paarden moeten afleggen. Soms zegt de, als jij paardrijden zet, zegt de lerares toch ook zo naar de letter C en dan naar de letter E. Hè, dat jullie zo moeten doen. Maar kijk hier ook, dat is, hoe dat ze in de piste
moesten stappen. Kijk, zie je? Kijk, het is zo. Zo. Ja. Je zit een slangenvol. Is dat een slangenvol? Kijk, en daar staat het ook, hè. Het is de oudste school in Spanje en de tweede oudste school in heel Europa. De Spaanse school van Vienna is 2 jaar vroeger ontdekt of opgestart. De school? Ja, er staat Today the school offers full-time courses in classic dress. Voor paarden? Ja, voor paarden, ja. En nu nog altijd, hè. Dat, een school. Kan je nog altijd paardrijles volgen daar. Zo. Ik denk dat het hier misschien wel wat is. Kijk, want daar hebben we weer, dat hebben we in dingen ook gezien, hè, Sevilla? Voor daarachter te gaan staan, voor hun te beschermen. Nee, hier is de arena nog niet, hè. Dat is nog niet de arena. Nou, wat doen ze dan hier? Oh. Ah, want de stuur gaat eerst naar de arena en dan moet hij daar voorbij. Ik denk dat met water is, dat ze daar nu misschien de paarden wassen. Ik denk dat hier de stier werd in vastgezet, nee? Ja. En dan zo naar hier en dan konden ze dit omhoog trekken. Dan ging dit scherm weg. Nee, zo doen, want dan zie ik zo'n plooidingetje. Ja, hier heb je ook zo'n gang. Hier heb je ook zo'n gang, hè? Waar de stier in klaar stond en dan trokken ze dat scherm naar beneden of naar boven. Het zijn de stallen van de paardjes. En als je daar gaat, zijn er nog stallen. Misschien komen we er voorbij zelfs, ik weet het niet goed. Maar dan zijn hier pijlen. En hier van de stieren, denk ik. Ja. Nou, dat denk ik ook. Het zijn heel brede deuren. Dat zouden wel eens de hokken van de stieren kunnen geweest zijn. Ik heb inderdaad wel slim gezien, hè, van met een touw open te trekken, hè, dat je niet aan die deur moet gaan staan. Daar liepen we daar straks, hè. Ja, dat zijn die. Hier? Maar papa, dan zie je. Ah, dan ging hem zo waarschijnlijk. Dan gaat daar de arena zijn. Hier gaat hij doorgemoeten hebben. Daar gaat de stier doorgemoeten. Daar gaat de stier doorgemoeten, want hier is al voor de mensen, denk ik, om naar hun stoeltjes te gaan. Ja. En daar waar jullie staan. En loopt het goed? Ja, dat was om zich te verstoppen als de stier boos was. En dan, maar... dan kon je daarachter gaan. Maar de stier? Dan langs daar komt en die kijkt naar jou op, hè. Ja, dan heeft hij... Ja, die kan wel boos gekeken, maar die kan er wel niet tussen, denk ik. Want de stier is veel dikker dan het stukje waar je kan achter verstoppen. Wat ik wel het verschil vond tussen deze en die van Sevilla is... In Sevilla hebben we zo de weg gevolgd, wat dat toreador volgt om in de ring te komen. En nu hebben we het eigenlijk gedaan hoe dat de stier gaat om in de ring te komen. Dat is wel een verschil tussen de twee ook. En ik denk, als ik daar de mensen van boven zie zitten, dat we ook boven kunnen gaan kijken. Dat kon in Sevilla ook niet. Jij bent de stier, Fran. Oeh, mijn broer is hier verstopt. Ja, wat moest je dan doen? Daar achteraan. Mocht je daar een beetje bang van? Ja. Ja, ik denk wel dat het best eng was, hoor. Maar dan moeten jullie moeten er onderuit komen, hè. Maar zo kan jij doen. Dat is even schoten. Kijk, pas op, hè, want Jan staat wel klaar. Hè. De stier is klaar. Hè. Jullie moeten hem lokken. Hè. Ja, dan moet je even met iets. Ja, voilà, dat kan ze zeggen. Dan moet je met iets steken. Hè. Ja. Masker voor de paarden. Ja. Voor in te beschermen en daar dan een oogje en een oogje. Mama, hier vechten ze. Toch? Ja. Je moet tegen elkaar. Kijk, hier zijn ze in de arena. Arena, ja. Om te oefenen. En zo kunnen we naar de tribune gaan, hè? Naar de stoeltjes, waar de mensen moesten kijken naar de show. Wat heb je uitgezocht voor aan in de winkel? Een paardenknuffel. We gaan die nog meepakken als tussendoortje. Of
Frank gaat eerst nog iets anders eten. Een broodje met salami die je ook moet eten. Welke salami? Welke salami wil je dan? Eens kijken. Jij eens kijken welke salami dat je wilt. Zie? Oké, gaan we. Ja, die komt van deze. Gaan we maar in het mandje leggen. Die stond in promotie, 2 euro. Promotie, dat klinkt altijd goed. Dat is altijd lekker. Smakelijk. Smakelijk. Mooi ook, die terrassen hier in Ronda. Mama, kijk eens, schattig. Kijk, doe je bukje alweer van Thomas kan ik doen. Dan denk ik. Picknickdeken is op ramen, jongens. Kunnen we hier nog even rondwandelen? Want Jim, er zijn ook nog heel veel mooie terrassen. Mama, ik kan deze niet voor de camera. Hallo, ik ben Paartje. We hebben uiteindelijk een wc gevonden, hè? En jammer genoeg moet je dan elke keer iets gaan drinken. Ja, spijtig. Weer een sangria. En ondertussen zijn we weer thuis. Er zat daar straks een kever in het zwembad. Nu is ze maar denk ik al uit. Laat ons hopen. Ja, ik hoop het. Maar kevers kunnen wel niks doen, maar ik kan er wel niet op trappen. Ik denk dat we nu ons gaan klaarmaken om in, het zwembad te gaan. Mama, weet ik niet. Ja, denk mama het... gaat iedereen klaarmaken voor in het zwembad te kruipen. Fran is al haar zeemerminnenkostuum zoeken, denk ik. Kun je ook een zwembroek aan doen? Ja. Ah, je bent iets anders aan het doen. Maar we gaan ons alvast klaarmaken. Want het is namiddag ondertussen. Ik denk 2:30, 3 uur ongeveer. En de rest van de dag gaan we hier eigenlijk gewoon in ons huisje doorbrengen. Zwemmen, spelletjes spelen, straks barbecuen. Gewoon eigenlijk chillen op onze billen, hè. Mathijs? Ja? Chillen op de billen? Ja. Ja, die zit al op zijn billen op het toilet. Maar nu was het zonder het watervalletje. Ja, het was al donker. Papa is al aan de houtskool. Houtskool ligt klaar voor het barbecue. Moet papa een beetje helpen? Nee, dat is en Fran, wat hebben we aangedaan? De zeemerminnenstaart. Ben je nu een zeemermin? Ja. Ja, en wat is een zeemeerman? Gaan we in het water duiken? Oeh, het is wel koud, jongens. Oh. Nee, ja, het is... Vergelijk met ons zwembad in Nederland. Het is 35 graden, dus in principe kan het niet echt koud. Oké, Fran, ik sta klaar, hè. Ga je... Nee. Ga je erin? Ja. Eén. Oeh! Ah, hier is zowel een trapje, waar het niet zo diep is, hè. Ja. Dus daar kan Fran wel staan. Hier hebben we zo'n hele blok. En daar eigenlijk de tredes. Ja. Maar tot daar eigenlijk, op heel die blok kan Fran wel staan, hè, schat? Ja. Daar ga je niet onder, hè? Ja, op die onderste treden kan ze ook nog staan, maar dan is het eigenlijk, ja, net. Dan zou het net tot aan haar hoofd komen. Ik kan ook wel staan, maar dan met mijn gewone been. Ja, kan je hier ook nog staan? Ah ja, oké. Okay. Ja, niet met de zwemvliezen. De eerste sprong is altijd de koudste, hè? Ja. Go, mama! 3, 2, 1. Woehoe! Mama gaat zwemmen.
zwemmen. Eén keer korte pijn, zoef het water in. Pijn! Go. Ga je onder water? Oké, mama gaat het filmen. Met de camera. Ga jij hem pakken? Oké. Hier gaat hij. Goed zo houden, hè? Dat masker, Fran. Ja? Kan je zo goed onder water zwemmen? Flammy. Ga je daarop? Ja. Dan moet mama er ook even mee in. Ja, mama of papa moeten hem tegenhouden, hè? Ja, daar. Kom. Ja. Mijn ding. Wacht, hè, want wij gaan even hier passeren met de boot. Nee, met de water. Met de flamingo boot. Met de waterflamingo. Ja? Ja? Oké. Okay. Ga ze. De duikstaven erin gooien, Fran ook. Oké. Okay. Nee, wacht hè. Nog niet kijken hè. Fran heeft er nog eentje. Oké, okay, hier gaan we. Nee, we wachten nog. Ja, nu zijn ze. Ja, kijk goed. Oh, wacht. Mama gaat even helpen hè. Eén, drie. Woe! Die is één. Welke vind jij het wel? Mooi blijven zitten, hè? Mama, als je op de flamingo hebt, de flamingo is groter. De flamingo is een beetje groter, hè, dan de unicorn. Die is meer rond. Eén, drie. Woe! We varen. Mama, bah. Recht in mijn mond. Dit is echt wel het harde leven, hè, jongens? Ja. Het zomers leven. Dit is het leven van de mensen die in Spanje wonen. Dus de mensen die nu kijken naar Spanje, die moeten zeker naar dit vlog kijken. Want dit heeft zelfs ijs aan zijn neus hangen. En ik heb zelf sap. Want kijk, mama. Kijk, dat begint sap te worden. Ja, TikTok kijken moet eens. Ja. Dus kijk altijd TikTok. Toch? Het is al even geleden dat we nog een gemaakt hebben, hè? Ja, dat is zo. En terwijl dat wij hier zo wat zitten te chillen, op onze billen, in onze zeteltjes, is papa weer aan het werken. Hé, papa, wat ben jij weer aan het doen? Als hij mij al hoort. Ik ben aan het editen. Ja.
Aan welke video zitten we de nu? De video van Walibi. Walibi, ja. Want ja, we zijn inderdaad al wel terug. Wanneer dat jullie deze vlog zien, zijn wij al terug. Hè? Ja. Zijn we al terug thuis. Dus we hebben altijd zo'n beetje achter. En nu zijn we aan de Walibi vlog bezig. Aan het editen. Een week en half binnen een week en half online komt. Want we hebben ook om de week nu maar één video gepost. Dat het niet te hard zou opvallen. Dat we niet thuis zijn. Dus op het moment dat jullie eigenlijk deze vlog zien, zijn wij al wel terug thuis. En al aan het werk. Terug ook. Dus het gaat heel fijn zijn voor ons om die ook dan nog eens te zien. Hè? Dat is wel waar. Maar papa had er juist wel een goed ideetje. Dat mama vond. Aperitief. Aperitief. Gaan we doen. Ook. Ja, gaan we doen. Ching ching. Vakantie. En mama is een keer een strip aan het lezen. Ja, dat is nostalgie, hè. Het zijn mijn strips nog, hè. Ja. Die Mathis gekregen heeft. En ja. Op vakantie nu heb ik daar wel eens zin in. Celestine, oh, in de pool. We zijn vandaag Ronda gaan bezoeken. We hebben nog een beetje gechilled in het zwembad. Ondertussen is het barbecue warm. De groentjes zijn gesneden. En wij gaan nog barbecuen en rustig onze avond afsluiten. Dus vonden jullie het weer een leuke video? Geef ons een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal onder onze video. En dan zien we jullie terug in een nieuwe vlog in Andalusië. Doei!